is een avondklok in Nederland. Tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends blijven we verplicht binnen. Dit is een zware coronamaatregel die nu nodig is om ontmoetingen in de avond tegen te gaan. Door binnen te blijven houden we corona buiten. Ga voor meer informatie naar rijksoverheid.nl/avondklok of bel 0800 1351. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Juist nu een platenvraag via de Radio 10 app en horen zo meteen in de 10 voor 10. Maar eerst het ANP-nieuws van 9 uur. Het is Evelien de Bruin die het allemaal voorleest. Goedemorgen, relschoppers opgepakt. In Rotterdam-Zuid zijn gisteravond zeker 60 relschoppers opgepakt. Ze richtten vernielingen aan, plunderden verschillende winkels en bekogelden de politie met stenen en vuurwerk. 10 agenten raakten gewond. Deze vrouw werkt in een verzorgingstehuis, zegt ze tegen haar Hart van Nederland. Wij werken ons de tandjes en dan komen deze mensen in beweging omdat ze niet na 9 uur naar buiten mogen. Jongens, ga iets zinnigs doen. De ME werd ingezet om de rust terug te laten keren. Het was op meer plekken onrustig op de derde avond dat de avondklok van kracht was. Er kwamen meldingen uit onder meer Zwolle, Haarlem, Amsterdam en Geleen. En ook daar werden tientallen mensen aangehouden. De Nijmeegse burgemeester Bruls, ook voorzitter van het Veiligheidsberaad, denkt dat de rellen onder controle te krijgen zijn. Dat zijn wisselende mensen die betrokken zijn bij het geweld. Hè. Dat trekt copycats aan, hè. Mensen die gewoon belust zijn op de sensatie. Dat zal op een gegeven moment, en dat is ook onze inzet, wel gaan wegappen. Maar als groepen mensen echt doelbewust aan het rellen slaan, kan je als politie niet alles tegenhouden, zegt Bruls. Winkeliers in Den Bosch zijn boos op de gemeente en voelen zich in de steek gelaten. Er is veel schade in de stad. De winkeliersvereniging zegt op Radio 1 dat de gemeente betere voorzorgsmaatregelen had moeten nemen. Eind van de middag kregen we te horen dat ze er helemaal gingen focussen op het gebied waar ze zich het af zou spelen. Ja, en dan vraag ik me echt af, waarom heb je ze de binnenstad in laten gaan? De burgemeester van Den Bosch is ook niet blij. Hij vraagt zich af waarom de ME zo laat kwam. De vaccinatie van 90-plussers die nog zelfstandig wonen begint rond deze tijd. De eerste prik wordt gezet in een sporthal in Apeldoorn. De GGD verwacht 45.000 90-plussers te vaccineren. Dat is ongeveer de helft van alle Nederlanders ouder dan 90. De huisarts bepaalt wie de vaccinatie krijgt. En we zijn klaar in september 2025. Als we zo doorgaan. Heb je dat even uitgerekend? Ik zie het hier, ja. Het is toch wat. Godsamme. Dag. Het radioteam weer van weer.nl. Eerst een waarschuwing. Het kan plaatselijk verraderlijk glad zijn. Verder periode met zon, later meer bewolking en een lokale bui. Het wordt 6 of 7 graden. Morgen bewolkt en een lokale bui. Het wordt dan 5 tot 8 graden. En kijk voor meer weer op weer.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123 Inkt.nl. De goedkoopste kantoorartikelen. Gerard Ekdom. Wil je horen in de 10 voor 10? Laat het weten via de Radio 10 app. SMS'en kan ook via 1010. En dan kan het zomaar zijn dat we een plaat draaien. En misschien zelfs even bellen. Hey Fred. Hey, Gerard. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent thuis aan het werken, hè? Ja, klopt. En in wat voor branche? Ik ben boekhouder bij de Raad van Beheer op Kinologisch Gebied in Nederland. Kijk toch eens even aan, Fred. Ja, het mond vol, hè? Dat is een hele mond vol. En de radio kan zo hard als je zelf wil. Dat maakt geen reet uit. Dus nee. Ik zit lekker op mijn eigen kamer. Dus helemaal top. Nou, daar gaat hij dan. Wat wil jij horen? Coolio, Gangsta's Paradise. Ja, daar zitten we een beetje in, hè? Ja, weet je wel, hè? Is dat ook de reden om je te horen? Ja, zeker. Ja, ik snap hem wel. Nou, ik hoop dat er snel weer een hemels paradise is in ons land. Nou, dat hoop ik met je mee. En dan wens ik jou een hele fijne werkzame dinsdag. Dankjewel. Bye bye, man. 1-1-1-1.